ben Remy Witgoed. Ik werk voor Syntens, voor de mensen die niet kennen, innovatieadviesorganisatie. Bestaat dit jaar nog. 1-1-2014 zijn we samengevoegd met de Kamer van Koophandel. Dus we zitten in een fantastische reorganisatietraject, fusietraject. Heel leerzaam weer, ook zelf. Wat is nou het kenmerk van Syntens? We zijn een beetje een eerste lijnse organisatie. We beschouwen ons een beetje als een huisarts. We hanteren de stethoscoop, maar het chirurgenmes, dus echt de diepte ingaan met ondernemers, doen we niet. Zitten er nog meer mensen in de zaal die dit apparaat ook hebben gehad? Als je weet wat het is. Dit is een DCC-speler van Philips. Dat was de opvolger van de cassette. Dat was door Philips gepresenteerd in plaats van de mini-cd'tjes die er toen waren. Had je digitale cassettebandjes. En ik was een van de mensen die deze flop van Philips gekocht heeft. Nee, maar het was niet goedkoop. Wie heeft deze gehad? Het is een bussen. Heel goed. Zijn we ook al bijna vergeten. Nog niet eens zo lang geleden, 1995. En wie heeft deze gehad? Ja, een aantal mensen weten. Wie gebruikt hem nog? Nee. 4 jaar geleden, hè? 2009. Ze zijn hier nog wel, maar niemand gebruikt ze meer, want we hebben inmiddels een mobiele telefoon die een stuk makkelijker werd. Dit was even om een voorbeeld te geven van hoe snel die technologische ontwikkelingen eigenlijk gaan. 90% van alle koopbeslissingen worden gedaan door eerst online jezelf helemaal te informeren aan alle kanten. En dit is onderzoek van Nielsen. Ik heb nog steeds het grafiekje van 2009, maar van 2012 is die niet veranderd. Is de mate van vertrouwen die we hebben in de verschillende vormen van adverteren. En consumenten, de meningen die online gepost zijn, dat is de ene grootste of de ene belangrijkste. Websites van het bedrijf zelf of van het merk zelf is heel belangrijk. Maar ver aan bovenaan staan de aanbevelingen van mensen die je kent. En die aanbevelingen van mensen die we kennen, die krijgen we in toenemende mate via de social media. Ja, en een van de belangrijkste ontwikkelingen, en die nog steeds hard doorgaat, is de ontwikkeling van die mobiele telefoon. En die apps waarmee we het onszelf zo makkelijk maken om alles wat we tegenkomen, wat we zien, om dat met elkaar te delen. Een andere ontwikkeling, verschuiving van de markt. Onlangs is China de VS gepasseerd als grootste handelsland. En dat was een onderwerpje op nu.nl. Maar het zijn wel hele relevante verschuivingen. Want de Verenigde Staten gaan het ook nooit meer goed maken. Zeker niet met de ontwikkeling van 7, 8, 9, 10% economische groei in China elk jaar nog. Ik kan me niet voorstellen dat mensen nog echt blij worden van het zien van dit soort schema's. Dit soort hokjes denken. Dat past niet meer bij die netwerkeconomie, die kenniseconomie die we op dit moment zijn. En we zien ook overal dat we tegen die grenzen hiervan aanlopen. Grenzen in het financiële systeem, grenzen bij de overheid, grenzen bij de woningmarkt, de huizenmarkt. Overal lopen we tegen die grenzen aan. En sociale innovatie is iets wat bij een ieder van ons hier in de zaal begint. En als je binnen een organisatie werkt, kun je dat uitbouwen. De 4 niveaus die ik even met jullie wil delen, is de eerste is van, joh, hoe maak ik nou mijn werk makkelijker? Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn werk slimmer inricht? Hoe kan ik processen die ik veel herhaal, hoe kan ik dat nou zelf een beetje automatiseren? Er zijn allerlei dingen voor, getting things done is er eentje van. En dan heb je allerlei handige tooltjes, veel Mac-gebruikers gebruiken Evernote of er is nu een leuk programma bijgekomen, Hazel. Dus hoe kun je je eigen werk makkelijker maken? Nou, dan ga ik kijken naar hoe zit het met onze menselijke behoeftes. Waar zitten wij nou eigenlijk op te wachten? Wij zijn een sociaal dier. We hebben waardering nodig. We willen erbij horen. We hebben een stukje zingeving nodig. We zijn een beetje vergeten. Ik heb bewust een plaatje van een kerk. Maar voor iedereen op zijn werk geldt dat we een stukje zingeving nodig hebben. We zijn van de verbinding, we zijn van de communicatie, vroeger en tegenwoordig. Het begint steeds jonger. Dus mijn dochter, de jongste dochter, die weet gewoon precies hoe die iPhone werkt. Die zat bij haar oma op schoot en oma zat met verbazing te kijken hoe snel dat kind met die iPhone omgaat. We beginnen dus al steeds vroeger, steeds makkelijker met dit soort technologie om te gaan. Samenwerken is al iets van alle tijden.
De schaal waarop we het doen is wat preciezer geworden. Delen is ook iets heel natuurlijks. Als er het eerste wat er gebeurt als er een kind geboren wordt, dan wordt dat met de rest van de wereld gedeeld. Eerst met de ouders en tegenwoordig gebeurt dat via social media. En ook als er verder af iets gebeurt, dan staan wij klaar. De vraag is dus, sluit ons werk nog aan op de behoeftes en de vraagstukken waar we mee te maken hebben? En wat is er dan nodig? En wat er volgens mij nodig is, is dat we een heleboel dingen opnieuw leren ontdekken. Dat we de bestaande dogma's van de systemen om ons heen, dat we die aan de kant zetten en dat we met elkaar gaan ontdekken hoe het dan wel anders kan. En dat we de natuur als inspiratiebron gebruiken. En modern ontdekken gebeurt via social media, gebeurt via groepen op Facebook, gebeurt via het zoeken op Twitter. Het is waanzinnig als je bepaalde dingen zoekt en je gaat gewoon eens op Twitter zoeken wat je dan tevoorschijn krijgt. Aan relevante informatie, aan nuttige links en eigenlijk nog veel belangrijker, aan contacten. Want kennis zit niet zozeer in systemen, maar zit ook heel erg in mensen. Het is soms beter om iemand te kennen die de kennis heeft, dan om de kennis zelf te vergaren. We hebben opnieuw leiderschap nodig. Een relevante vraag daarin is, zou je jezelf volgen als leider van een organisatie? Zou je jezelf volgen? Vind jij jezelf prettig om te volgen? En wat je ziet, dat onder druk van social media en internet in het algemeen, dat is een begrip, wat ik even wil samenvatten onder het begrip meritocratie, is dat we gewend zijn via de social media op een heleboel andere manieren waardering te krijgen. En als je die waardering niet krijgt op je werk, en zeker in tijden van crisis is dat best lastig, zeker als je in een reorganisatie zit zoals waar ik nu middenin zit, is dat best lastig als die zingeving weg is, als die waardering ontbreekt. En je ziet wel dat het kan, dat je gezien wordt voor wat je kunt, niet binnen je eigen organisatie, maar wel op die social media. Dat zorgt voor een druk van onderaf in die organisaties. En die organisaties hebben juist alle kracht van die mensen nodig op dit moment om die crisis te kunnen overleven. Dus dat wringt, dat vraagt ook wat van het leiderschap. En zo zie je dus eigenlijk jonge, nieuwe leiders opstaan. Ik heb even Vera Camilla als voorbeeld genomen. Hij komt hier uit Arnhem, heeft een beautyblog. Die paste eigenlijk niet eens meer in het schoolsysteem. De school zag niet voor wat zij deed, terwijl ze gewoon een goed renderende website had. Die verdiende gewoon geld met haar website. En die wordt gezien, nog twee minuten, die wordt gezien door haar community als een opinieleader. Dus leiderschap ontwikkelt zich ook anders. En je ziet het ook in samenwerken. Ik heb even ons eigen blog over sociale innovatie als voorbeeld genomen. Draait op een gratis WordPress template. Is responsive, dus doet het ook op tablets en op de iPhone doet hij het goed op alle smartphones. Die software wordt ook door een heleboel mensen over de wereld verspreid samengemaakt. Fantastisch. Gratis ter beschikking, open source. En de website zelf is ook een voorbeeld. Want daar werken we ook met een hele club mensen, van ons zowel binnen de organisatie als buiten de organisatie werken op de website samen. Ja, en het delen, dat wordt tegenwoordig ook gedaan via social media. Deze wil ik in ieder geval met jullie delen. Het is een hele leuke groep op Facebook. Dat is de Ik Geef Weg Facebook groep. Waarin mensen alle spullen die ze toch niet meer gebruiken, die zetten ze daarop. En die kunnen mensen gewoon gratis afhalen. Want ondanks dat het niet zo geweldig gaat economisch, hebben we nog wel steeds een heleboel spullen waar we een heleboel andere mensen weer blij mee kunnen maken. En als je er dan toch niks meer mee doet, wat is het dan leuker om het in zo'n groep te delen. Kortom, het past bij onze natuur, die social media. En het is een hele mooie leerschool wat er gebeurt op al die sociale netwerken. Hoe we ons zelf in de toekomst kunnen organiseren, hoe we meer uit mensen kunnen halen. En hoe we gewoon anders, op een andere manier, een respectvolle manier met elkaar om kunnen gaan.